Daar zijn we op. 31 augustus zijn we de hele kompie opgesteld op een station in Delft. En een hele lange trein stond daar. En daar stond achter in de staart stond de chef van de spoorwegen met de groene lamp en de rode midden in een oogheel. En bij de machinist stond niemand. Toen ben ik met 3 man naar de machinist toe gegaan en toen vroeg ik: je kan een goede voorgrond halen. Hij zegt waar je naartoe gaat. Toen zegt hij: ik kan het best gebruiken, maar helaas, ik weet het niet. Maar als je oplet, dan geeft die achterste man, die geeft het zijn groen. De middelste geeft het zijn groen. En bij de locomotief staat weer een persoon van de spoorwegen en die geeft een hele grote envelop af. En dan gaan we rijden. En onder het rijden maak ik die envelop open en dan weet ik waar ik naartoe moet. Toen kwamen wij uit school en toen was die mobilisatie uitgebroken. En toen, het wemelde in het dorp, het was gewoon groen van soldaten, Nederlandse militairen. Dat was 3:15. 3:15 gingen de school uit, hier op Glashorst. En dan gingen we het hele dorp door, want toen gingen wij niet binnen door hoor. Nee, want dat moesten we zien, dat moesten we moest bijwezen. Dat. Die soldaten die kwamen toen allemaal uit de kazernes. De kazernes die stroomden toen leeg, zoals in Amersfoort en Utrecht en zo. En die kwamen allemaal hier naartoe. Die hadden eigenlijk wel toen al wel een oorlogsbestemming. Want onze regering had best in de gaten dat er iets spannends stond te gebeuren. Je kwam alleen op bij herhalingsoefeningen. De eerste paar jaar een week of 6 in een jaar. En vervolgens 1 keer in de 3 jaar. Alleen bij mobilisatie, dan moest je onmiddellijk opkomen. Dus toen in eind augustus 1939 de mobilisatie uitbrak, toen moest ik me melden in Arnhem. En ik werd ingedeeld als zware mitrailleur bij de zware mitrailleurcompagnie van het 1e bataljon van het 8e regiment infanterie. Toen we dan de Grebbeberg kwamen, toen moesten de stellingen nog gemaakt worden. Het was een troep. Ja, dat weet ik heel goed, want we zaten op een zaterdagavond buiten. Het was heel mooi weer. En je had toen geen tuinstoel, maar een bank. En mijn ouders zaten daar op de bank en wij erbij en eromheen. En daar kwam de burgemeester aan met nog een paar mensen. En die kwam vertellen dat we van de boerderij moesten, dat alles onder water ging. En dat ze 's maandags begonnen met al het vee op te halen. Dat zouden de militairen dan doen. Ja, als je daaraan terugdenkt, dat is heel erg geweest. Dat als je dan je ouders zo ziet, hoe verdrietig ze zijn. En wij waren zelf altijd heel erg met de boerderij betrokken. Want ik leerde toen, ook als 6-jarig meisje, kon ik al koeien melken.
Dus je was ook altijd heel erg met het vee betrokken, erbij betrokken met de boerderij. En als je dan hoort dat alles weg moet en onder water komt te staan, nou, dat is een raar idee. Toen wij van de boerderij afgingen, toen stond het al onder water. Er stonden wegen al onder water. We hadden ook nog het pech dat het een hele strenge winter was. We moesten sommige dagen 's morgens ijzakken zorgen dat er geen ijs op de gebben kwam te liggen. Want dan zouden de Duitsers er overheen kunnen wandelen en dat moesten we hier doen. Maar, en het was vreselijke winter dat ik heb daar geschaatst op zo'n meertje, ja. Maar de overste die was bang als de Duitsers zouden komen dat ze gewoon over het ijs het land in konden. Dus die liet al die jongens ijs hakken. Hè? Nou, die jongens die moesten, dat was natuurlijk een vreselijk, want het was een hele strenge winter. Dus die waren maar aan het zagen en dan hele hopen. Die hebben ze allemaal, die dichtgevroren waren, allemaal open moeten zagen met grote blokken. En die werden allemaal op de kant gegooid, ja. Ja, maar ja, ze waren er dag en nacht mee bezig, hoor. Ja, die overste was heel streng en die zat er achteraan. Ik weet nog, het was een hele, ik heb het ook ergens opgeschreven, maar het was een hele mooie dag. Ik meen dat het op een zondag was, dat weet ik niet. Een prachtige zonnige dag en we zaten allemaal buiten. Ook, hoe heet die Kruithof, sergeant Kruithof, ja. En nog één of twee, die zaten ook gezellig bij ons te praten en koffie te drinken. We hadden dus een heel groot bleekveld en dan kon je een heleboel zaten er buiten op bankstel en op stoelen sleepten we naar buiten. En goed, s'avonds ging iedereen zijn weegs, laat ik het zo stellen. De militair die ging naar het kamp daar. En wij gingen naar bed op een gegeven moment. En toen werden we eigenlijk midden in de nacht, dacht ik, hè? Werden we wakker. Niet meer. Ja. Ik herinner me alleen van de morgen. Dat ja, de hand tegen de morgen. Tegen de morgen. Aan de weg stond te kijken naar die Duitse vliegtuigen. Nee, het was nog nacht, op een uur vijf of vier. Toen werd ik wakker door allerlei geschiet en lawaai. En toen stond mijn vader, die maakte ons wakker. En mijn moeder, we moesten in dit geval naar beneden komen. En mijn vader was ontzettend kwaad, want hij had door de radio gehoord dat de Duitsers ons land binnen waren gevallen. En die was bij de politie en die had een revolver. En die vliegtuigen kwamen toen vrij laag over, die Duitse vliegtuigen. En die stond met zijn revolver op de vliegtuig te schieten. Dat heeft niks uitgehaald, we hebben toch verloren. Maar ik bedoel, omdat hij zo kwaad was, bij wijze van spreken. Het was ook maar even. Maar toen zijn we eruit gegaan. En ja, toen was het een, nou geen paniek was er bij ons eigenlijk. Nee, maar nee. Toen zei al die militairen die ook over het erf liepen enzovoort, zei ja, de oorlog is uitgebroken.